heb ik 2 stukken schoensool gevonden uit de fabriek. Keihard. Om na te gaan dat het van degelijke kwaliteit is, want ze zijn niet kapot of gescheurd. Je ziet daarboven nog wat oude schoensolen liggen. Dit was de ingang. Hier is de ingang van de schoenenfabriek. En dan hebben we hier ook een oude woning, een beheerderswoning. Ik zie nog daar een oude machine staan. Dan gaan we naar de achterkant van de schoenenfabriek. Hier hebben we ook 2 oude machines staan uit de schoenenfabriek. Hier 2 oude machines. Ik vind het zo leuk dat ik je heb ontmoet, Jennifer. Want voor mij, die schoenenfabriek die ik in het stamboomboek dan heb leren kennen via jullie familieverhaal, dat zie ik nu. Ja. Mijn hart gaat echt zo boedoem, boedoem, boedoem. Want ik zie het met eigen ogen en ik dacht dat het er niet meer was. We zijn hier omdat ik voor mijn oudste vriendin, ze wordt 90 dit jaar, stamboomonderzoek heb gemaakt. En haar oom, meneer Bill Bromet, die heeft de schoenenfabriek opgericht. Dit is meneer Bill Bromet. En dit zijn de restanten van die schoenenfabriek. Veel jonge mensen weten niet dat we vroeger produceerden. Vooral particuliere ondernemers. Nou, en meneer Bill Bromet, hij heette officieel William, die was dus zo'n ondernemer. En die heeft dus een schoenenfabriek opgericht. Mijn opa heeft zoveel gedaan. Hij was een self-made man. Hij heeft dus de eerste schoenenfabriek hier opgericht, Dominiestraat 34. Ja, ik was nog niet geboren. Ik heb mijn opa niet gekend. Hij heeft ook veel met de voetballerij te maken gehad. Hij heeft de voetbalschoen, een kerpshooter, ook uitgevonden en gemaakt en gepresenteerd in het Caribisch gebied. Dit is die voetbalschoen die hij heeft geëxporteerd en naar het Caribisch gebied is gegaan en waarbij hij op verschillende schoenenbeurzen heeft gestaan met die kerpshooter. Hij heeft een foto met André Kamperveen. Mm-hmm. Met Cyril Karre en Ampie. Ja, Ampie, dit is Cyril, dit is Bill Bromet. Kijk, bekleders. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft hij laarzen gemaakt en geschonken aan Nederland. En voor de militairen. En toen na de Tweede Wereldoorlog is prins Bernhard en koningin Juliana persoonlijk naar Suriname gekomen om onder andere hem ook te bedanken. En hij heeft een bezoek gebracht aan de schoenenfabriek. Hier hebben we ook nog hele oude flesjes. Mijn opa die maakte ook parfum. Dus dit zijn hele oude flessen. Hij heeft parfum gemaakt. Hij deed van alles. Import, export. Maar zijn main job was de schoenenfabriek. Dit zijn artikelen in de krant over de Surinaamse schoenenfabriek. Zie je? Deze is van de West van 20 mei 1946. Toen is het 100ste paar schoenen uit de schoenenfabriek van William Bromet geleverd. En dit artikel is van 1949 en toen is het 40.000ste paar schoenen geleverd. Je opa had een visie
En we kijken nu naar de restanten van zo'n visie. Ja, we zien en we voelen dat het ooit iets groots is geweest. Ja. Jammer dat we niet binnen kunnen gaan, want die meneer Matselige die hiernaast is opgegroeid, hè, die schoenstuk machine heeft uitgevonden. Dan zouden we die machine hier kunnen zien. In deze fabriek is er gewerkt met een machine die is uitgevonden door een beroemde Surinamer, meneer Matseliger. Hier op dit terrein, en hier is Jan Ernst Matseliger bij zijn tante opgegroeid. Hij is geboren in 1852. Op plantage Twijfelachtig aan de Kotika rivier. En zijn vader was Ernst Karel Matseliger. Dus niet Matseliger. In Amerika is die naam Matseliger geworden. En zijn moeder was een slavin. Zij heette Aletta. Zijn tante heeft hem gemanumiteerd. Dus voor 1863 zijn zijn moeder en hij vrijgemaakt, zeg maar. Hier is hij toen komen wonen. Vanaf zijn tiende is hij gaan werken bij wat we later zijn gaan kennen als de Scheepvaartmaatschappij Suriname aan de Saramakastraat. En daar heeft hij dus heel veel geleerd en raakte hij natuurlijk in kennis met boten, schepen, varen. En op zijn 19e is hij zo als matroos of in een andere functie is hij uit Suriname vertrokken. Is hij naar Amerika gegaan. En daar heeft hij allerlei baantjes gehad. Hij is eerst in Boston gaan wonen en in Philadelphia. En toen is hij vertrokken naar Massachusetts. En daar heeft hij zijn uitvinding gedaan. Hij is gaan werken in een schoenfabriek. En toen zag hij van, ze maken dit ding op zo'n manier, maar het is verschrikkelijk intensief. Hoe kan ik het beter maken? En hij heeft verschillende pogingen gedaan. Iedere keer werd het beter en die vierde was de beste. Matseliger's principle is still in use today. The machine could hold the shoe, pull the leather down around the heel, guide and drive the nails into place to attach the top of the shoe to the sole. Matseliger was somewhat of a genius when it came to machinery. Hij is helaas heel jong gestorven. Hij is op 37-jarige leeftijd gestorven op 24 augustus 1889 aan de gevolgen van tuberculose. Dus zeg maar dat geld van zijn uitvinding, daar heeft hij zelf niet veel van kunnen genieten. Maar alle moderne schoenen, alle moderne schoenfabrieken werken met zijn schoenzwikmachine. En dat was een Surinamer, Jan Ernst Matseliger. Moet je kijken. Dit is de achterkant van de schoenenfabriek. Als je hier kijkt, zie je nog wat schoenzolen daar liggen, een oude telefoon. En dit zijn de restanten van die schoenenfabriek. En daarom is het leuk dat jullie die beelden hier komen schieten, zodat de jeugd ook kan gaan dromen over, oh, het heeft echt bestaan, we hebben bewijs. Weet je, het ziet er niet meer mooi uit, maar er is bewijs dat het er was.